Reddingswerkers komen aan in Derna, in het oosten van Libië. In die stad is het meeste schade door de zware overstromingen van vorig weekend. Honderden huizen zijn ingestort, wegen zijn verwoest en de hele stad ligt onder een dikke laag modder. Dat zegt ook journalist Jens Fransen, die daar is. We zijn hier gisteren toegekomen en zoals je achter mij kan zien, je hebt daar de stad en die regens die hebben heel de stukken van die stad, huizen, wegen, scholen, hebben die allemaal meegespoeld naar de zee. Dat betekent natuurlijk ook dat heel wat mensen, heel wat kinderen vandaag hun huis kwijt zijn. Reddingswerkers en vrijwilligers doen hun best om slachtoffers te vinden. Verschillende Europese landen helpen Libië en ons land gaat ook materiaal sturen. België stuurt 240 tenten, 700 slaapzakken en 4400 pakketten met eten, drinken en spullen om je te wassen. Ons land geeft ook 1 miljoen euro aan het Rode Kruis, zodat hun hulpverleners de slachtoffers nog beter kunnen helpen. En al die hulp is welkom, want zo'n grote ramp heeft het land nog nooit meegemaakt. Libië is een woestijnland. Het regent hier bijna nooit. Dat zie je ook, hè. De lucht is hier bijna altijd blauw. Je hebt de kust. En toch is het dan, op een paar uren tijd heeft het zoveel geregend dat alles is beginnen schuiven en dat twee dammen gebroken zijn. En dan kreeg je plots een ramp als degene die we hier nu zien in Libië. Er zijn al duizenden mensen gestorven en er zijn ook nog heel veel mensen vermist. De mensen hier proberen elkaar zoveel mogelijk te helpen, zoals deze bakker die gratis brood uitdeelt aan de families in Derna. Hey, merci om deze video te kijken. En ik denk dat je deze ook wel leuk gaat vinden. Vergeet niet te liken en abonneren, hè.